Oh my god, mensen, vandaag is zondag, dus zeggen we... Goeiemorgen, blij dat ik je weer vanmorgen zag. Goeiedag allemaal. We zijn hier aan het slapen, ja man. Ja, goed. Dus ja, we zijn aan het wandelen. Het is 's morgens 7:50. We zijn een wandelingsken aan het doen. Wesley is verkleed in jommeke. Ja, voilà zie. Zij is verkleed in discobal. Ja. Jamie en O zijn Peachman. Maar je gewoon zijn trui erover gedaan. Dat is waar. Nee. Ja, ging. Niet, ik heb niet t-shirt. En dan heb je een bal. En dan heb je cowboy Henk is hier ook. Dat is voilà. Ja, we zijn dus hier in het stadje. Het stadje, dorp. Of hoe ja, in straat. Wat is nu? In Roermond. En kijk, daar is de kerk. En we gaan kijken naar de kerk, want het is zondag. Dus zondag... is het heilige dag. Met ja. Ja, oké. En... wat gaan we doen vandaag? Vandaag gaan we een keer naar... wat was het weer? Bastogne? Houtopia. Eerst naar Houtopia. Houtopia en Houffalize. Houtopia. Ja. Het is al beslist zonder... Hij had niks te zeggen. Hij heeft niks te zeggen van het weekend. Dus de boekjes liggen al in de vuilbak. Dus. Houffalize, Houtopia, ja. En Ton... Met wat pakt een valise en gewoon naar Houffalize. Ja, dat houdt hij vanavond toen hier. Jamie. Ja, en Ton, daarachter gaan we naar huis komen. Toen gaat Jamie vertrekken naar huis, want Jamie moet morgen gaan werken. Voilà, ze. Big money's gaan verdienen. Jepla. En dan gaan wij naar Bastogne. Yes. Voilà, dat is onze dag. Dus... En, belangrijkste. Wat? Brunchen. En we moeten nog brunchen. Om 10:30, hè, want Anouk heeft gezegd om 10:30. We zijn al van 5:00 wakker. We zijn al van 5:00 wakker. En wij zijn voor hey, we moeten ook pizza eten. Zal wel zijn. Ja, dan mag je alles eten. Hey. Ja. Om 10:30 is het lasagne, spaghetti... Wat blijft? En eten s'avonds. Frisco's vanavond. En pannenkoeken. En pannenkoeken. Ja, wel. Ah ja, er zijn er nog een stuk of 37 over. Ja. Ja, noem jij dat pannenkoeken? Ja man, dat lijkt cement. Dat zijn frisbees. Goed, is de kerk open? Het is toch zondag? Maar ja, het is nog maar 10:50. Ja, wel. Ja, sorry hè, mevrouw de katholiek. De eerste mis is om 11:00. Kun je dat je burgt? Dus we kunnen kiezen dan. Of waar gaan we brunchen? Of waar gaan we... Brunchen. Of waar gaan we naar de kerk? Brunchen. Oké, iedereen negeert mij, dank u. Brunchen. Ik heb honger. Oké, we gaan een keer... Kom, we gaan een keer naar de kerk gaan. Ah, daar hebben ze hosties. Hosties. Maar zijn biohosties? Ja, hij had dat niet meer eten. Het lichaam van Christus. Wat zijn hosties? Ah ja, het lichaam van Christus. Wat zijn hosties? Daar zit geen suiker. Hé, zeg je rustig? Discobal? Nee, de kerk is niet open. Wat voor whisky bal, hè? Allee, ga maar een keer naar... Bal een keer naar de pastor. Het is zeker niet open. Nee. Dat kan toch niet? Huis nummer 1344. Nee, dat is niet open. 1344, met je... Want dan is de kerk gebouwd waarschijnlijk. Ja, de post. 1344. Dat is een huisnummer, ja, eigenlijk. 13... Nee, dat is van het jaar. Anno? Ben je wat zei hij? 1304 gebouwd? Ja. Mooi jongen toch. Natuurlijk wel. Hallo. Kom, ga hem dan een keer gevallen. Allee, kijk, dat had erop staan. Kom. Ben je een Jean-Paul... Hier, kijk. Van 2023. Ja. Allee. Gaan we verder stappen? Sowieso niet. Gaan we verder stappen? Oh my, ik heb een business. Hey, de paus komt. Kerk. Oh my, ik heb business. Wat, de paus komt? Ja? Jean-Paul? Jean-Paul. Kijk, zet erop. Jean-Paul II. Jean-Paul II. Et le fidèle. Ja, man. Kom, we gaan. Oh. Allee. Goed. We gaan nog een beetje verder rondwandelen, hè. Jommeke. Nee, maar hij ziet er eigenlijk uit, lekker noemen ze die tweeling. Annemieke en Rozemieke. Ja. Oh. Wie ben jij, Annemieke of Rozemieke? Niemand. Oké, zijn we goed gezind van de hol. Zijn lekker maar? Zijn lekker maar, jongen? Ja, en Wesley heeft gisteren een paar pintjes gedronken.
een paar pintjes gedronken en allee, we hadden een gezellige avond gehad. Noem geen pintje drinken, want dat hij erom loopt dat terras gedronken heeft, dat hij er op die trein zat. Ja, hij was weer zat, weer al. Je weet dat hij maar 3 per dag mag drinken. 3. Ja. Hij had er weer over geweest, hè. Maar niet 3 liter, hè. Leef maar 1 keer. Hier. Wel, ja, ik zou toch een keer bij hen leven. Ik ga foto trekken. Mijn pa had ik in, mijn pa had ik in een foto trekken. Kijk hoe dat hij die telefoon vastpakt. Ja, mannetjes. Hey. Doe een keer normaal. Stel dat... nee. Ah ja, het is dus moe lang. Allee. 3, 2, 1. Hoe doe je dat eigenlijk? Laat hem niet vallen, hè. Ja, maar we gaan een keer vlug kijken naar de foto. Ik heb een beetje spannend voor de kerk. Voilà, zij. Schone foto. Papa, het dat goed dan. Waar is mijn hoofd? Hier? Ah, daar. Voilà, zij. Goed. Mooie foto. Ah, ja. Als je dat zo vastpakt, dan moet je... Christendom, wat is dat je nu weer? Help zo heen. En voor de percentage pakken. Nog een foto. Gewoon afbranden, dat moet je doen. What the fuck? Mijn pa met zijn foto toestaan tegen dat hij trok niet. Wereldoorlog 3 hebben gewoon. Ja. Ja, dat is al bezig. Ja, goed. Wat is mijn helder hier? Hé, hey, jommeke, wat zit de het la? Het la, ik nog wel, hé. Hé, Piet, moest je kijken naar de vlog, kijken naar die schoen? Ah, ja. Hé, hey, la, wie is aan? Hé, zo kijk, maat. Ja, man, wat is dat, vent? Hé. Dat is, ja, dat zijn spieren, hè, ja. Hij zijn poepken al zien. Ja, hé, hey, kijk naar zijn hat, vent. Eppa. Oh, ja. En nu hij? Laat het zitten, jongen. Ja, ja, het is goed. Ja, zal u. Ah ja, ja, hier. Oeh. Ja, oeh, oeh. Fat man. Let's go. Come on, Jamie, come on. Huppa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, oh! Leid hem alweer. Ja, nog één keer. Ja, want ik, even, ja. Ja. Ja, Jamie, wat ga jij uitsteken, maat? Ah, doe maar. Hoi. Hoi. Hey. Ja, goed. Voilà, die mensen. En ondertussen zijn we een beetje aan het eten, hè? Smakelijk, iedereen. Smakelijk. Santé. Smakelijk. De maat. Dus ja, we zijn aan het brunchen, maar het is eigenlijk wel ontbijt, want het is nog maar 9:15. Maar iedereen had superveel honger, dus ja, dat moet mee eten, hè? Ja, het was ook al 2 dagen geleden dat we gegeten hadden, hè? Gegeten hadden? Gegeten had. Van Hans. Dus lekker. Hans van Duitsland. Ja, man. Spek met eitjes en ja, van alles. Hè. Lekkere pistoletjes erbij. En Anouk heeft dat er weer geregeld. Hè. Dat is niet te doen. Ah, je hebt het spek gedaan. Oh, sorry. Ja. Die daar?
Die daar, die is zo, hè? Die is zo, hè? Ja, we hebben het spek aan been. En zij heeft het spek gebakken. Ja. Even ter info. Ja, we hebben het spek aan been. Ja. Voilà. En hé, moeder, wat heb jij gedaan? Ik ga nou eten, jongen. Ah ja, dus je hebt niet geholpen. Nee, ja. Ah, gaat niet geholpen. Nee, voilà, Adam's family is daar ook. Zeg, wanneer is die begraving eigenlijk? Is het om 10 uur de begrafenis? Ja, van dood en dan kunnen we begraven. Voilà, zie maar. Snel ondertussen zijn we in Bastogne. En in Bastogne is er een war museum en een war memorial. Kijk veel allemaal. Als je kijkt daar ongeveer, zie je daar een gebouw, daar gaan we zometeen naartoe. Maar we kwamen hier toe en het is 5 euro inhang. Maar we zijn met 3 auto's, dus wat hebben we gedaan? We hebben gewoon onze auto ergens anders geparkeerd. En hier is onze taxi, zodra we maar 1 keer 5 euro moeten betalen. We doen alles om gewoon te besparen. Is het niet, Jamie? Ja? Oké, okay. Voilà, hier staat de bovenste van een tank. Anouk is daar met onze auto en wij gaan nu naar het War Museum Memorial Centrum of zoiets. Iedereen enthousiast? Ja. Yeah. Jee. Allee. Goed, allee, we gaan in de auto en we zijn ermee weg. Let's go! Oh. Yo! Hey, wat is dat je nu weer al? Dus, je moet 5 euro inhang betalen voor te parkeren. Hey? Je kunt binnen gaan in dat oorlogmuseum, dat kost 22 euro en half de man. 22 euro hey, voor binnen te gaan. Dus, we gaan dat niet doen. Waarom? Omdat we dat monument willen bezoeken. Normaal kunnen we daar van bovenop gaan. Dat is volledig gratis. En nu zien we dat er daar vol met hekken staat. Dat is toch echt, we kunnen er zelfs niet op. Dus gewoon 5 euro wegsmeten voor niks. Gewoon voor niet. Mijn leven is kapot. Voilà, zie mensen. En ondertussen zijn we hier weer thuis gekomen in het huisje. We gaan een beetje eten, een beetje overschotjes. We hebben nog stokbroodjes, we hebben nog spaghetti saus, we hebben nog gruyère-kaas en we gaan zo pizza baguettes maken. We hebben nog pasta over, dus we kunnen nog een beetje pasta eten. Dan gaan we een beetje restjes opeten. Hè. En toen straks gaan we naar Hoefalize en daar is er van alles te doen. Van speelplein gedoe voor de kindjes, dus die kunnen we dan ook amuseren. De zon schijnt mega, what the fuck is dat hier? Het is echt super warm. En ja, we gaan ons amuseren. Hè. Let's go! Luister een keer. Ja, oké. Je zus begint vloggen. Luister een keer. Wat is het nu? Het is mijn beetje, mama. Hallo. Made. Als er iemand een chocomoesje wilt... Ja, en dat weten we. Ja, dat weten we al. Jongens, dus, we gaan niet naar Hoefalize, want het is 12 euro inhang. Dus we gaan nog niet naar het oorlogsmuseum.
oorlogsmuseum, want we moesten betalen, dus we doen dat niet. Nu is het goed valiezen voor de kindjes, maar we doen dat niet. Dus we doen eigenlijk, het is eigenlijk een gratis weekend. Al wat gratis is, doen we. Ja, man. Goed, we zijn een spelletje aan het spelen. We zijn een spelletje aan het spelen met Wesley. Met mijn papa. Met mijn mama. En met Zoe, die zus nu even naar binnen is. En wat zijn we aan het doen? Gewoon, elk op toe schrijven een woord op. En de andere mensen raden wat het is. Voilà, door wat vragen te stellen. Andere kandidaat. Ja, en de mensen stellen een vraag. En de dien die het woord heeft, mag enkel ja... Nee of soms zijn. Eén woord, hè, Wesley? Of misschien. Ja. Of misschien kan wel of maar, kan niet. Maar soms en misschien is bijna hetzelfde. Ja, ja, dat is ja. Schrijven, joh. Eén woord. Hé, hey, één woord. Heb je al een half uur aan het schrijven, man? Een boek geschreven over de dingen waar het staat erin. Ja, dus we gaan er nu aan beginnen. We gaan dan een keer vloggen zien. Vloggen zien. Allee. Vloggen zien? Ja, Hans. Ik ga ze dat vloggen. Oh. Ja, Hans. Hans gaat ze vloggen. Goed? We gaan Hans beginnen. Oké. Okay. Allee, is ze daar? Ja, het is door. Gretel. Is dat? Wat is het? Nee, Wesley heeft een woord opgeschreven. Het is zo rondgaan. Hè? Elk op tour. Wat woord is het? Ja. Je mag beginnen. Dat moet straks gezegd zijn. Ja, dat is de bedoeling niet, maar nee. Goed, oké. Allee. Ja. Het is aan u. Is het een persoon? Nee. Nee. Allee. Is het een voorwerp? Nee. Ja, is het een dier? Nee. Is het een rekensom? Nee. Tori. Heb je hier ook nog? Nee. Was nou weer een doorwerp? Is het eetbaar? Nee. Kan je drinken? Kan je drinken? Dat was ook een Duitse. Kan ze drinken? Nee, kan niet drinken. Is Hans thuis? Allee. Is het bruikbaar? Kun je het gebruiken? Nee. Kun je het niet gebruiken? Hebben we het hier liggen in huis? Is het enkel buiten? Ja. Ah, enkel buiten. Ja, maar ik heb... Ah, kan ik... Okay. Ah ja. Maar dat is geen dus ik moet eerst naar daar gaan. Nee. Zij moet naar daar gaan, hij moet naar daar gaan. En ja, ze staat erop. Ah, ja. Moet wel een beetje doordoen, want dat is een beetje saai voor de vlog, hè. Ja. Dus, ja. Ah ja, maar ja. Ik denk. Dat is wel Pieter Chance. Ja, dat is maar ik kon niet anders. Ah, ja, zijn er meer vervoeren? En nu naar daar. Nee. Hij was hier gewonnen, dus jij mag naar daar gaan. Ja. Kunt je me rijden? Kunt je me rijden? Is dat al iets? Kunt je me rijden? Ik weet het. Het is een vorm van... Een vorm van rijden. Oké. Okay. Handicap. En het is buiten. Ja, maar het liefst draaibuiten. Ja, ik wist het. Goed gedaan, kun je erop liggen? Ja. Maar aha. Het is geen voorwerp. Een boomstam. Nee. Het is geen voorwerp. Ja, dat is van de Flintstones. Ah ja? Maar je kunt ermee rijden, hè? Ja, hè? Ah ja, als je een boomstam pakt en je doet er eigenlijk gelijke deeltjes en dan steek je er zo'n stok in en dan rol je van de berg bij het dood. Mazbaard. Ja. Is het een skateboard? Nee. Oh, ik weet het. Ik weet het. Nee. Een stap. Nee. Ja! Dat zijn er een trottinet. Nee, maar het is geen voorwerp. Maar het staat hier buiten. Ja, is het een skateboard? Ja. Nee, maar het komt in de buurt. Het is... Heeft het wieltjes? Nee. Nee, het is geen wieltjes. Hè? Nee, daar, dat het, komt in, het komt in de buurt van een skateboard, maar het is geen voorwerp. Het is geen wiel. En tegen geen wiel. Ah ja, surfplank doen ze, ja. Een surfplank. Dat is geen voorwerp. Ah. Hè? Oké. Okay. De actie. Een bank. Ah, wat? Een bank. Wat zeg? Een leuk. Het is dichtbij van een skateboard. Een surfplank komt in de buurt. Dus is het een... Het is niet een, het is... Ah, het is...
surfen! Ja! Yeah. Yes! Ik heb gewonnen! Goed zo! En wat win ik nu? 3 keer rond een boom lopen. Oké! Voilà, zie mensen. En ondertussen is het echt al een mega plezante namiddag geweest. En dat was zo geamuseerd. Weet je wel, met een lach en een traan. En wij zien die keer ontploft. Kijk. Oh, jongste. Maar wat gaan we nu doen? We gaan nog een keer cup spelen. We gaan alle frustraties loslaten. Wesley, kalm blijven. Kalm. Dus ja, hoe gaan we nu spelen? Fire in the hole! Ja, je hebt een beetje keer firing in the hole. Dus de man tegen de vrouw was het? Ja. Oké. Okay. Allee. We gaan weer winnen. Wat lief? De hulpjes zijn nog bezig met het terrein. De hulpjes gaan het... Super dat jullie dat doen hoor, schatjes. De terreinverzorgers zijn nog bezig. Oké. Okay. Maar staat mijn beeld altijd zo bleek of wat is dat? Ah nee, toch niet. Goed. Allee, we gaan er aan beginnen. Maar ja, het is bijna gedaan. Ja, kom. Die gaat nog verder maar doen. Oh, jongens toch. Dat is juist. Wauw. Die koning toen als die. Ah ja, die koning zal misschien nog niet mooi in de midden, maar de rest is wel. Ja, dat wel. Goed, dus man tegen vrouw. Dus drie man tegen 1, 2, 3, 4, 5, 6 vrouwen. Nee. 3, hij ging niet meedoen. En de kindjes, elk 1 in zijn ja, team zo hebben gezegd. Dus het is 3 vrouwen, zo we doen niet mee. En van de gasten, elk 1. Allee, Anouk had weer beslissen. Anouk had weer beslissen. Ja. Ah ja. Oh, ho, 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 ho. Je kop is verbrand. Wat lief? Je kop is verbrand. Mijn kop is verbrand. Oh, ja, en dan? Rood. Ik heb gezegd dat ik een kleurtje wou hebben. Ja. En rood is ook een kleur. Dat is een kleurtje. Pardon? Is het rood als een haarbroek? Ja. Zo rood? Nee. Als mijn haarbroek. Zo, als mijn haarbroek. Ja, scheelt niet veel. Dat is niet waar, hè? Ja, maar. Dat is niet waar. Zo rood als zijn t-shirt. Dat is Bordeaux. Dat is Bordeaux. Moest ik zo verbrand zijn, dat zou wel heel erg zijn, hè? Ah ja, dus jij doet niet mee. En waarom doe je niet mee? Gisteren was je nog thans on fire, girl. This girl is on fire. Is klaar? Ja, wat doe ik on fire, hè? Het was een atoombom. Is klaar? Ja, is klaar? Ja, allee. We gaan eraan beginnen. Let's go. Yo. Allee, tot de haar. Nee. Dat moet niet, maar. Als ik hem achter tot hier. Hey, yo. Ah, ja. Waarom? Waarom moesten zij nu vandaar smijten? Omdat we al veel dichter zijn. Ah, nee. Aba, voor ons is het ook dichter, dus mag ze zij ook dichter. Ah, daar zit wel logica in. Ha. Ja, ik verdedig jou tenminste, hè. Meisje. Ik ben niet meer achter, dus ik zie hier. Ja, echt. Goed, probeer. Ja, allee, laat je gaan. Moet je ook niet echt dit nu? Ja! Dat is dan tot de volgende. 1. Pas op, hè. 0. Luca, pas op, hè. Pas op, Luca. Wacht, papa is niet klaar. Dus wat moeten wij nu doen? Zij moet niet terug smijten naar hier. Gelijkstand. Stil, Luca. Ja. Maar, nee, dat kan toch niet? Ja, ja. Toch niet, dus. Hallo! Wij zijn gewonnen! Opnieuw! Ja! Stel uw genieën!
pas op. Ja, pak de stok. Mooi. Ja! Wat is allemaal in de neers, we zijn er al drie. Oh, ja! Dat kan niet! Dat kan toch niet! Ja! Waar zijn die vrouwen heen? Dat was de vlog voor vandaag. Wij gaan slapen. Ik ben super moe. Morgen is het onze laatste dag hier. Ik weet niet of wij nog iets gaan doen. Of dat we gaan ontbijten en dan vertrekken. Of wel nog iets doen. We gaan het wel zien. I don't know. Ja, voilà. Dat was het allemaal voor vandaag. Allemaal bedankt om te kijken. Like de video. Abonneer op mijn kanaal. En ik zou zeggen tot de volgende keer voor een nieuwe dag. Voor een nieuwe vlog. Salutjes, hè. Yo, yo, yo.